Op 27 september 2019 bestond het radioprogramma El Mundo 12,5 jaar. In het cultuurcafé van het Harderwijkse Stadsmuseum had radioman Ab de Haas diverse gasten uitgenodigd. En tevens zou vandaag het boek El Mundo, wereldmuziek in woord en beeld, aan een speciale gast worden aangeboden. Iedere week vult deze gepassioneerde radioman de zender Veluwe FM met 2 uur aan wereldmuziek. Je luistert naar het speciale jubileumuitzending van Ab de Haas. Dit is 12,5 jaar El Mundo. In een muzikale ontdekkingstocht van 2 uur rond de wereld kun je genieten van heerlijke salsa of melancholieke fado. Of wat dacht je van swingende Colombiaanse cumbia? Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas. Fijn dat je luistert. Dona Anete zijn mij begonnen met Banzero. Banzero is een track van de gelijknamige, inmiddels 78-jarige professor geschiedenis, zangeres en muzikante Dona Anete uit Brazilië. Ze maakt met haar band een mix van ska, latino en Braziliaanse ritmes. Ik heb haar natuurlijk gekozen, omdat haar muziek ook een van onze dichters heeft geïnspireerd door een prachtig gedicht wat je terugvindt in het boek El Mundo, in woord en beeld. In deze bijzondere editie van El Mundo met publiek, in de cultuurcafé van het Stadsmuseum naar de wijk hebben we bijzondere gasten uitgenodigd, waaronder natuurlijk de El Mundo-dichters, straks Lilian Veira en natuurlijk live muziek. Alle muziek die we draaien vind je terug in het boek El Mundo in woord en beeld. Nou, en we zitten hier met een hele hoop mensen, dus laat je ze even horen, mensen. Hey! Gezellig! Hartstikke leuk! Supergezellig! In deze prachtige Stadsmuseum in Harderwijk. We gaan door naar Frankrijk. Dag Jos. Dag Ab. Fijn dat je er bent. Ja. Je hebt het gedicht voor je, dus ik zou zeggen, ga je gang. Dazzle Blues. Een gitaarstorm verwaait melodieus. Als het lied inzet en mijn fantasie op hol slaat. Op zoek naar wat verloren ging. En wat nog onbekend onder de werkelijkheid dringt. Waar dit spel als een razendsnelle lichtflits van halte naar halte plaatsprint. Een metro langs savannestations, waarvan de stem zelf de burgemeester benoemt. En hier, tussen lichte en donkere zandklanken in mijn hoofd, klinkt de beat vol diepgeladen opvang in de kleine savanne. Als een desert blues. Dankjewel, Jos. Hartstikke fijn. Ja, nog even. Een klein stukje. Hoe gaat het bij jou als je de muziek van mij krijgt? Hoe werkt dat bij jou eigenlijk? Komen de woorden in je hoofd omhoog, hè? Ja, dat wel. Ik moet natuurlijk een aantal malen luisteren, zodat de muziek vat op mij gaat krijgen en op mijn gevoel. En dan krijg ik vanzelf daar beelden bij en die beelden probeer ik om te zetten in woorden. En dan ga ik aan schuiven en het luisteren hardop lezen. En omdat ik wat moeilijk zie, is dat niet altijd makkelijk. Nee, dat begrijp ik. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor jouw bijdrage. En we hopen nog lang van jouw dichtkunst te kunnen genieten. De Deventer-dichter Wibo Kosters heeft zich door zijn muziek laten inspireren. Hij zit tegenover mij. Dag Wibo. Hoi. Fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te mogen zijn. Ja, en ik zou zeggen, nou, brand los. Oké, het heet Antwoord op het geheim van de zee. Op sommige dagen is het water als glas en bevat de zee geen geheimen. Hoogstens verdwijnen mijn tenen langzaam onder het traag schuivende zand. Andere dagen is het water troebel, beweegt het zand melkachtig wolkend en staar ik naar de onrust, vraag me af wat de zee wil en wie de zee nu eigenlijk is.
En op stormachtige dagen sta ik op het strand en kijk of ik ergens mijn lief zie komen. Maar de zee brult over mijn vragen heen, slijt mijn vragen tot het fijnste zand, houdt de antwoorden in zijn witte kammen. Zegt kom en je zult weten waar je lief naartoe verdween. Dames en heren, Wiebo Kostens uit Deventer, geef een applausje. Geweldig man. Nee, maar we hebben een trieste mededeling. Je hebt mij verteld dat je dus gaat stoppen met de samenwerking met El Mundo. Daar word ik heel verdrietig van. Ja, het is niet om jou. Gelukkig. Nee, ik moet zeggen, ik vind dit echt heel tof om te doen. Ja. Maar ik heb in augustus heb ik een LP uitgebracht. Een LP met poëzie op muziek bij mijn afscheid als stadsdichter. En we gaan het komende jaar proberen om dat uit te bouwen tot een muziekvoorstelling. En daar heb ik gewoon al mijn tijd voor nodig. Dus het was vooral een keuze van, oh jee, ik heb heel veel leuke dingen, maar ik moet toch even kiezen. Ik snap het hoor. Ik was heel blij met de samenwerking met jou. Je hebt prachtige gedichten gemaakt, mooie bijdragen. En je hebt gelukkig gezorgd voor een mooie vervanger. Die gaan we volgende week presenteren aan de luisteraars. Leuk. Ja. Lisbeth Gerlofsen. Zo is dat. Helemaal goed. Heel tof. Prima. Nou, nog even een applausje voor jou dus. Dankjewel. Oh, we zijn nu hier en voor ons is dit echt een bijzonder publiek. Hè? We hebben altijd jonge lui voor ons staan en dan gaan we helemaal springen en zo. Ja, en dit is gewoon superleuk. En ja, how do you do? Bij deze willen we gewoon... wij vinden het belangrijk om elkaar... om in contact te kunnen blijven met elkaar. Wat betreft, je wordt wakker. Dat je gewoon naar je medemensen goeiemorgen kan zeggen. Hoe gaat het met je? En dat. En dat is liefde, hè? Alles draait om liefde. Zo is het. De trek gaat gewoon puur om de liefde wat we dagelijks hebben. How do you do? Positiviteit. Dank je wel. Ga je gang. Applausje. I'm
can tie your feeling blue. I do 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 do, I do you do. I do 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 do, I do you do. I do 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 do, I do you do. I do 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 do, I do you do. I do 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 do, I do you do. I do 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 do, I do you do. I do 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 do, I do you do. Goedemorgen, gaat het goed? Oké. Okay. Wij zijn hier met z'n allen, we moeten het samen doen. We moeten het samen doen, samen doen, samen doen. We gaan het samen doen, samen doen, samen doen. Goedemiddag, dank u wel. Geweldig. Bolivar, ik heb een vervelende mededeling. Gezien de tijd mag er nog maar eentje. Sorry, ja. Welke gaat het worden? Dat is heel moeilijk. Welke gaat het worden? Oké, okay. Wij houden van entertainment. Dus we gaan willen graag Follow Me doen. En dat is eigenlijk in samen, dus als wij zeggen, na 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 na, dan geeft het publiek antwoord, na 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 na. Dus, follow me. Voor onze laatste. Boom, la la la, en jullie gaan samen met hem doen. La la la, let me hear say boom. La la la, burning fire in a misa. Boom, la la la, she give me that smile like a sun. Boom, la la la, say boom. La la la, burning fire in a misa. My father was gone, but I'm back and play level. I speak what I know, logical with no tutor. I break the mic, tic-tac like a bomber. Explode, mathematical within the thunder. Dance up with him, and everybody's talking. Stop the dance, slow down, but I dance with me. The words are coming quickly, stop the link. I love the way they act, I'm on the high tickets. My little fingers scared you, cause I talk the mic. Some of them are run. Let me hear some boom. La la la.
bedankt voor de prachtige optreden. En je enthousiasme. Fantastisch, dankjewel. Mooi. En dan zit tegenover mij onze vaste Zwolse dichter, Maaike Rijntjes. Dag Maaike. Hallo. Fijn dat je er bent. Ja, ik stuur jou regelmatig muziek toe. En dat heb ik dus deze keer ook gedaan. Het staat in ons boekje van Oumar Konaté. Dus ik zou zeggen van de microfoon is voor jou. Toekomstmuziek. Hier een land van rechtgetrokken grenzen dat strijdt tegen zichzelf, tegen mensen die geloven of juist niet. Hier leert een jongen van 5 anderen om te luisteren met een trommel, een emmer, een helm. Voor publiek heb je alleen voorbijgangers nodig. Voor muziek alleen iemand die gelooft dat het muziek is. Hier vind je de toekomst in de open handen van een gitarist die zijn land vervlecht met nieuwe werelden. Van tranen rivieren vormt waarin je kan leren drijven. Iemand noemt dat elektriciteit, als iets dat de wereld kan veranderen. Een man die spreekt zonder taal, maar dwingt tot ogen sluiten, stil zijn, luisteren. Ja, prachtig. Geef ze een applausje. Maaike Rijntjes is Zwolle. Nou, je studeert filosofie in Groningen. Ja, dat klopt. En merk je nou dat jouw studie ook van invloed is op jouw teksten? Nou, wat ik hier voor schrijf niet, maar voor sommige andere dingen die ik schrijf wel. Noem eens een voorbeeld, wat voor andere dingen schrijf je nog meer dan? Nou, voor gewoon gedichten die ik niet voor El Mundo schrijf, dan vind begrijp. Ik het soms wel leuk om mijn filosofie te laten inspireren. Snap ik. Hoe voel je het tot nu toe om voor El Mundo te schrijven, zeg maar? Hoe is je dat bevallen? Heel erg leuk. Ik vind het de ene keer moeilijker dan de andere keer. Soms dan heb ik meteen een idee en dan komt het zo, maar soms dan duurt het echt wel even voordat ik iets op papier heb staan. Maar ik vind het elke keer weer heel leuk om nieuwe muziek te ontdekken en proberen er iets bij te schrijven. Nou, fantastisch. Nou, ik hoop dat je het nog lang blijft doen. Hartstikke bedankt. Applausje, Maaike. En dan zit tegenover mij de directeur van het prachtige Stadsmuseum in Harderwijk, Corien. Ja. Dag Corien. Goedemiddag. Goedemiddag, ja. Wat fijn je weer te zien. Ja. Wat ben ik ontzettend blij dat wij hier gebruik mogen maken van jullie gastvrijheid in het prachtige cultuurcafé in het museum. Dank je. Eerst eventjes over ons boekje, voordat ik het vergeet. Ik heb jou net een exemplaar gegeven. Dat is trouwens voor de luisteraars wel belangrijk om even te vermelden. Dat wordt uitgegeven door uitgeverij Anderszins in Ermelo. Wou ik even zeggen. Nou, maar dan even. Ik ga het straks bekijken op en we zitten aan de grote leestafel in het cultuurcafé van het Stadsmuseum. Mensen die heel vaak hier komen, die weten wel dat ik altijd zeg dat die begane grond gratis toegankelijk is. En die grote tafel die fungeert als een ontmoetingstafel. En daar zullen we hem laten liggen. Daar ligt de krant, daar ligt onze nieuwe publicatie. En daar komt deze nu weer naast. En iedereen die luistert en kijkt, die is hier altijd van harte welkom. Ja, want niet alleen wij maken gebruik van jullie prachtige ruimte, maar ook Apollo, bijvoorbeeld Literaire Club. Hè? Ja. Het was 2,5 jaar geleden dat we hier voor het laatst waren met El Mundo Club. En ik wil ze wel even noemen, want ik doe het natuurlijk niet alleen en jij ook niet. Want we maken gebruik van een fantastisch team van vrijwilligers. Waar ik wel even een applausje voor wil hebben. Voor de vrijwilligers. Fantastisch. Zonder hun kan ik het niet. En jij ook niet? Nee, zo is dat, Ab. Wij zijn een beetje het gezicht van, dat zul je wel herkennen, van als mensen mij zien lopen of hier het museum zien, dan zeggen ze, oh, museum en het is zo mooi en er is altijd zoveel moois te zien. En dat is zo. En dan, ik heb dan ook vaak van, ja, we doen het met zoveel mensen. Ik voel me daar wel eens echt een beetje, dat ik denk, al die complimenten voor mij, maar ik kijk eventjes rond en ik zeg het ook vaak genoeg. Hè. Iedere vrijdag versturen we een nieuwsbrief naar de vrijwilligers om te vertellen van wat er allemaal gebeurd is en weer gaat gebeuren en ja, het voelt bij mij vanuit mijn tenen dat dit doe je met een groep. Inmiddels zijn we zo groot, 2 musea. Geweldig. 50, 60.000 bezoekers denk ik dat we uitkomen. Super, ja, dat zal iedereen wel snappen dat je dat niet in je eentje kunt doen. Superleuk. Ja. Helemaal goed. Nou, ik wil je ontzettend bedanken even voor je tijd. Ik wil ook nog even dus apart mijn El Mundo team bedanken. Dus even de namen noemen ook. Harm en Frank Smit, waar zijn ze ergens? Ik zie ze niet zo gauw. Ja, letterlijk achter de coulissen. Inderdaad, ja. Evert Blijsie, die zorgt voor prachtige beelden. Heel erg bedankt. En dan zie ik natuurlijk nog mijn eigen mensen. Dus Linda en Linda Heringa. Ja, en daar loopt Regina. Dank je wel. En, dan ben ik toch even je naam kwijt. Paul Toussaint, hè. Sorry, moet me even helpen. Ja, dat is ouderdom, denk ik. Sorry, Paul. Ja. Heel erg bedankt allemaal.
Mag ik nog één minuutje over Jan van Heel af? Ja, tuurlijk, ja. Dat schiet er bijna in. Ja, tuurlijk, ja. Van Heel Harderwijk inderdaad in het museum te zien. Jan van Heel, geboren in Rotterdam, overleden in Den Haag. Waarom dan Van Heel Harderwijk? Nou, dat heeft ermee te maken dat hij aan het eind van zijn leven 120 werken schonk aan de gemeente Harderwijk. En ja, die werken die zijn hier te zien. Heel bijzonder dat die verzameling hier terecht is gekomen. Dus tot zondag 9 december, zeg ik uit mijn hoofd. Nou, luisteraars en kijkers, ga je melden. Ja. Komen bij het Stadsmuseum. Corien, heel erg bedankt nogmaals. Niks te danken, Ab. En we komen graag nog een keer terug. Ja, over 2,5 jaar weer. Ja, dat doen we ja, zeker. Ja, dankjewel, hè. Applausje. En dan gaan we door naar India. Nou, dankjewel. Hoe is dat gegaan vanochtend, die uitzending? Ja, ik ben er wel tevreden over. Ik was natuurlijk wel een beetje nerveus. Dan zou het met de techniek goed gaan? Zou het goed gaan met de gasten? Komen die allemaal? Iedereen is gekomen. Met de techniek ging het fantastisch. Dus ik ben heel tevreden. 12,5 jaar. Hoe snel is die tijd gegaan? Supersnel. Het is een ontzettend leuke hobby. Ik vind ja, muziek verbindt, zo ben ik begonnen eigenlijk. En dat vind ik nog steeds. En dat maakt mij vrolijk en een hele hoop luisteraars. En daar ben ik heel blij om. Waar komt die liefde voor de wereldmuziek vandaan? Heel dat kort. Heeft te maken met de reizen die we gemaakt hebben. Flink wat gereisd. Daar nam ik altijd muziek mee. En toen zei iemand, wat jammer dat je dat niet aan meer mensen laat horen. Mm. En toen in 2007, toen zag ik een berichtje van Michael. Die begon toen een internetzender, Randmeer FM. En daar heb ik op gereageerd. En nou, ik heb hem een format gegeven, El Mundo. En hij zei, ik leer jou radio maken en dan ga jij bij mij radio maken. Zoals het begon eigenlijk. Hoe mooi is dat? Groeit het aantal luisteraars? Ja, kan ik wel stellen. Het is zo dat het niet alleen in Noord-Veluwe wordt uitgezonden, maar ook in Deventer en in Zwolle. En ik krijg daar leuke reacties op. Dus ik vind het heel leuk. Mijn enige belang is, ik ben gewoon vrijwilliger, ik krijg er niks voor, is dat er heel veel mensen luisteren. Wat jij bent met pensioen voor? Ja. Wat was jouw vak vroeger? Ik heb in de verslavingszorg gewerkt, zeg maar ja, als behandelaar. En dat heb ik met veel plezier gedaan. En ik ben met pensioen gegaan. Ik heb nog steeds een klein praktijkje hoor, maar dat heeft niks met verslavingszorg te maken. Ik ben relatiecoach. Maar goed, ja, toen wilde ik graag een hobby hebben. En voordat ik met pensioen ging, ben ik al met deze hobby begonnen. Dus dat is erg leuk. Die muziek die jij draait is vaak natuurlijk, ja, het is wereldmuziek, dat is duidelijk. Dat betekent Spaanstalig of Portugeestalig. Verdiep jij ook wel eens laat zeggen, in de teksten, want dat lijkt me wel erg lastig. Ja, dat lukt niet altijd. Er zijn natuurlijk bepaalde, laten we zeggen, Afrikaanse dialecten die ik niet kan volgen. Dus dan probeer ik wel de titel terug te halen. Dat lukt meestal wel. En soms vind je wel eens een vertaling. Maar het is niet altijd, het lukt niet altijd. Dus dan laat ik me toch een beetje inspireren door de sfeer, zeg maar, die de muziek uitstraalt. Ja. Maar meestal kom ik er wel achter waar het over gaat. Het zijn veel singer-songwriters, hè, die het doet en mensen die gewoon instrumentaal muziek maken. Wat is dat voor een soort mens eigenlijk, een singer-songwriter? Want we kennen in Nederland ook wel een paar bekenden. Wat heb je daarmee? Nou ja, weet je, ik vind het zo ontzettend leuk om mensen te ontmoeten, muzikanten, die hun eigen teksten schrijven en eigen muziek maken. Ik bedoel, ik heb niks tegen coverbands hoor, dat vind ik prima allemaal. Maar het is toch een herhaling van wat er al was. En ik ben steeds op zoek naar wat nieuws. En die mensen die zulke originele muziek maken, in welke taal dan ook, daar heb ik respect voor. Het zijn persoonlijke verhalen, hè? Over liefde, over het leven, over de dood, over wat dan ook. Ja, klopt als een bus. Ja, en dat vind ik heel boeiend. Ja. Dat grijpt me best aan zo nu en dan. Want in welke taal je het ook zingt, ja, die emotie komt vaak wel over. En dan raakt het mij. Probeer je dat ook op de radio over te laten komen, naar je luisteraar? Ja, heel zeker. Ik vind in de eerste plaats vind ik het prettig als luisteraar vrolijk worden van mijn muziek. Maar ik wissel toch weer af met ook weemoedige muziek. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Fado uit Portugal, ik noem maar wat. Hè. Ja, de Fado. Ik zeg Fado, maar dat maakt niet uit hetzelfde. Maar dan daar zit die weemoed in. En dat vind ik wel heel mooi eigenlijk, ja. 12,5 jaar, nog 12,5 jaar erbij? Wat mij betreft wel. Zolang ik gezond blijf en goed kan nadenken, dan ga ik er graag mee door.